Oppassen voor de vleugel. Een bijzondere dag voor Michael Kulkens. Omhoog, denk ik. Ja, als we hem omhoog doen wel. Bordje links. De vader van de 5 jaar geleden verongelukte Tommy Boy mocht zijn zelfgemaakte dino's tentoonstellen bij de schaapskooi op de Blarikummer Heide. Dino's die met voor hem bijzonder hout in elkaar zijn gezet. Het sprokkelhout waar deze dino's van gemaakt zijn, zijn voor de helft gevonden in het bos waar Tommy Boy reed toen hij de weg overstak. En de andere helft is gevonden op de hei die hij die dag nooit gehaald heeft. Op 13-jarige leeftijd overlijdt Tommy Boy nadat hij fietsend even op zijn telefoon kijkt en daardoor een aankomende auto over het hoofd ziet. 12 uur lang vecht hij in het Emma Kinderziekenhuis voor zijn leven, maar tevergeefs. Ik heb aan het begin gezegd, ik ga me 5 jaar inzetten om Nederland en het verkeer veiliger te maken. En de smartphone van de fiets te verbannen. En daar hou ik me ook aan. Dat zou eigenlijk februari 2021 zijn. Maar ik heb besloten dat dat Tommy Boy's verjaardag wordt. 22 september. Honderden uren aan voorlichting op scholen en een appverbod op de fiets verder sluit Michael met deze beelden dan ook een periode van zijn leven af. Op daarvoor de mooist denkbare plek. Toen Tommy Boy overleed, wilden we heel graag, mijn dochter wilde heel graag dat we hier zijn verjaardag zouden vieren, zijn herdenking zouden vieren. En er hebben uiteindelijk 600-700 man rondom de boom gestaan. En we hebben daar van fantastische verjaardag, het leven van Tommy Boy kunnen vieren een maand na zijn ongeluk. En ja, daarom vind ik het ook zo ontzettend mooi dat precies 5 jaar na zijn verjaardag die we daar gevierd hebben, hier op de hei bij de schaapskooi, de dinosaurussen die ik gemaakt heb en de krijger, geveild zullen gaan worden voor het Emma Kinderziekenhuis. Waar hij zijn laatste 12 uur heeft doorgebracht en voor zijn leven heeft gevochten. De cirkel is voor Michael na de veiling rond. Al houdt zijn avontuur met Tommy Boy nooit op. We gaan straks zeker weten nog steeds van hem genieten. Ook al is hij 5 jaar geleden hier weggegaan. Ik zeg altijd, loslaten is belangrijk. Maar de nabije houden nog belangrijker.